Kink. Kink op de week. Nederlanders staan in het buitenland bekend om een paar dingen. We denken dat taalbeheersing een kwestie van volume is. We zijn lomp en direct als een paar vleesgeworden klompen. En we houden er niet van als iemand ongevraagd op bezoek komt. Waar je in andere landen rustig bij iemand aan kan bellen en haast gegijzeld wordt tot je volgepropt als een ganzenlever gans weer naar buiten waggelt, krijg je hier hooguit één laffe senseo en een droog Maria-kaakje voordat de gastheer of vrouw overdreven op de klok kijkt en met de subtiliteit van een stompkaars opmerkt dat het wel druk zal zijn op de weg, hè, zo vlak voor etenstijd. Wij zijn wereldwijd de Phoenixwijk van gastvrijheid. Kijk, we vinden bezoek oké, maar op afspraak, hè? Met een duidelijke begin en liefst ook eindtijd. En een duidelijk doel. Je komt om te eten of voor een kop slechte koffie. Fun fact, koffiepets heten zo pets omdat ze een klap zijn in het gezicht van de boer die de koffie kweekte. Half december was er een groep Nederlandse boeren op bezoek in de Tweede Kamer. En net als hun koffieproducerende collega's werken die keihard en krijgen ze een schandalig lage prijs voor hun producten. Dat komt omdat supermarktketens, de voedselindustrie en banken ze al decennia lang wijsmaken dat ze meer moeten produceren, meer lenen, dan komt alles goed. En strenge milieueisen maken het nog lastiger om een beetje leuk en levensvatbaar te boeren. Nogal wiedes dat veel boeren vielen voor Caroline van der Plas. Dat is de vrouw die Yvonne Jaspers voor ze had moeten vinden. En Caroline van der Plas is de vrouw die doet me altijd denken aan juffrouw Jannie van Crediteuren Debiteuren. Het lijkt me ook zo leuk als ze bij een debat gewoon een keer begint met goeiemorgen mevrouw de voorzitter. En dat haar partij een lobbyclub is voor de industrie die boeren harder uitknijpt dan een puber zijn voorhoofd, dat maakt niet uit. Ze doet alsof ze er echt is voor boeren en al hun problemen worden veroorzaakt door Brussel en Den Haag. Nou, zij ontving die groep boeren en liet ze daarna zonder begeleiding rondlopen door het Tweede Kamergebouw. En zelfs bij het meest gemiddelde kantoor in Almere buiten blijf je bij je gasten tot ze hun pasje hebben ingeleverd. Maar daar doet Caroline niet aan. Caroline is heel gewoon gebleven. En dat mogen haar gasten ook. Gewoon blijven. En dat Renske Leijten van de SP zich nogal geïntimideerd voelde toen er opeens ongenode gasten in haar werkkamer in een van de strengst beveiligde gebouwen in Nederland stond, dat vond Caroline maar onzin. Doe niet zo moeilijk, ze kwamen alleen maar even op bezoek. En ze vond het ook onzin dat Rob Jetten zich geïntimideerd voelde toen er 's avonds laat 5 boeren in Farmers Defence Force jasjes opeens ongevraagd bij hem op de stoep stonden. En toen er van de week een maloot met een fakkel bij Sigrid Kaag voor de deur stond en claimde dat hij enkel op visite kwam, twitterde Caroline gelukkig wel dat het walgelijk was en dat ze iedereen die dat soort gasten steunt blokkeert. Nou, hartstikke mooi. Maar als je telkens goed praat dat mensen gewoon op bezoek gaan bij politici, dan komen er vanzelf ook bezoekers met slechte bedoelingen. We houden niet van ongevraagd bezoek. En politici zijn daarin echt niet anders dan wij. Thuis zijn ze thuis. En daar laat je ze met rust. Hoezeer je het ook met hun linkse of rechtse ideeën oneens bent. En juist iemand die zegt op te komen voor boeren moet weten dat wie zaait zal oogsten.